Wij zijn Avex. Onze taak? Jullie helpen effectiever te communiceren. Op een verrassende en inspirerende manier. Dus zo bouwen we audiovisuele oplossingen. Van klein tot groot. Eenvoudig tot complex. En we voorzien in het onderhoud ervan. Zodat alles lekker blijft draaien. Is dat alles? Nope. Naast het bouwen van AV-oplossingen... hebben we een enorme afdeling event facilities. Met veel creatievelingen. Die jouw verstel doen staan. Hoe wij dat doen? Samen met jullie. We luisteren. We stellen de juiste vragen. We kennen de markt. En gebruiken en delen die kennis. Leiden jullie door de technologische jungle. En dat doen we al meer dan 30 jaar. Als één grote familie met 250 betrokken professionals. Met kantoren in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Oh ja. En we zijn ook nog lid van de GPA. Een wereldwijd netwerk van toonaangevende audiovisuele bedrijven. Zo zijn we ook internationaal in staat om uw doelen te bereiken. Wie wij zijn? Avex. Samenscholingen meer. Als we met z'n allen even volhouden, is het zoveel beter, toch? Zo moeten mensen op 1,5 meter afstand van elkaar boodschappen kunnen doen. De eerste week hebben we echt wel moeten zoeken naar hoe doen we dit op een goede manier zonder dat we elkaar in de haren vliegen. Ik mag het wel, maar dan moet ik wel echt 1,5 meter afstand houden. Overal in het land schieten mensen elkaar te hulp. Wat koning zei, de eenzaamheid stoppen. Ja. Creativiteit en top, we zoeken allemaal manieren om op een originele manier toch tot elkaar te komen. Oma, ik hou van je en de groeten. Weet je wat nou het allerleukste is? Dat er zoveel mensen zijn die hier aan ons denken. Hallo allemaal en heel hartelijk welkom bij het allereerste live webinar van de Utrechtse Communicatiekring. Yay! En zo leuk, want eigenlijk hadden we op deze avond de Lightning Talk zullen houden in het theater in Utrecht. Dat kon allemaal niet doorgaan, maar we zijn er toch. En het hele gaaf is dat we hier pas afgelopen zondag met elkaar over aan de telefoon hingen. En nu zitten we hier met UCK-leden in de studio, met UCK-leden verbonden via de webcams hier en met jullie in de uitzending. En dat is wel een heel gaaf moment. Nou, we gaan het met jullie hebben over wat er met ons gebeurt als communicatiespecialisten in deze coronatijd. En dat is heel wat. We gaan deze uitzending praten met gewoon de collega's. En het leuke is, ja, ik heb wel een startvraag, maar de rest van de vragen moet toch echt van jullie komen. En daarvoor staat onze verbindingsofficier klaar, dames en heren, Raymond de Jong. Ja, dankjewel Judith. Je hebt weer een mooie term bedacht. Ja, hier in de green room noem ik het maar eventjes, in de ruimte waar alles binnenkomt. Ik heb mijn tablet bij me, ik heb hier een laptop bij me. Jullie vragen zijn allemaal van harte welkom natuurlijk in de chat. En ik weet niet precies hoe die scherm bij jullie eruit ziet thuis. Maar ergens onderin het beeld zie je een mogelijkheid om je vragen te beantwoorden. En, of althans te stellen. En dan beantwoorden wij hier aan tafel. En natuurlijk met de twee UCK's die thuis meekijken en meedoen. Dus dat is eigenlijk wat de bedoeling is. Stel je vragen, ik selecteer ze hier. En ze worden aan tafel en online weer beantwoord. Judith. Ja, perfect. En nou, wij konden hier niet in de studio met z'n vijven zitten. Want... dat zou niet in de coronamaatregelen zijn. Dus we hebben twee collega's aan tafel hier en twee die vanuit huis meepraten. En aan de linkerkant van mij Peter Hofland. Jij werkt als woordvoerder bij Alliander. Dat klopt. Ja, en we gaan zo even wat meer van jou horen. Marjan van Schinkel, jij bent accountmanager bij... wat waren de letters ook alweer? USG. USG Marcom. hele grote... ja, hoe noem je zo'n soort... Arbeidsbemiddelaar. Arbeidsbemiddelaar op het gebied van marketing en communicatie. Ja, klopt. En dan hebben we thuis Theo van der Meer. Theo,
Die komt ook in beeld. Ik zie overigens... Ja, daar zie ik Theo zitten. Theo werkt voor zijn eigen bureau Prat ZZP'ers. En je werkt voor heel veel verschillende organisaties. Kun je een paar noemen? Ja hoor, Sodexo, de Hersenstichting, Tulp Hypotheken, Otto Bock. Het is een tiental, ontzettend en veel. Dat allemaal in je eentje? Ja. Allemaal in mijn eentje. Af en toe wat resources erbij, ja. En Mieke Wester is ook bij ons aanwezig via een live verbinding. Ja. Mieke, jij bent communicatieadviseur bij woningbouwcorporatie Gooi en Omstreken. En waar zit jij op dit moment? Ik zit op dit moment vanuit huis. Ja, nou, heel fijn dat jullie daar ook bij kunnen zijn. En het is wel spannend voor mij ook om op zo'n manier een gesprek te leiden met twee mensen via de monitor en twee aan tafel. Ik ben zelf wel blij dat ik er even uit ben. Jullie ook niet? Heerlijk. Ja, hè? Mieke en Theo moeten het helaas toch thuis doen, maar wij mochten lekker even naar de studio. Dat is toch wel heel erg leuk. Nou, we wachten op jullie vragen, maar ik wil maar even beginnen met een klein rondje. Peter, wat heeft in de afgelopen weken corona, communicatie, crisis de meeste indruk op je gemaakt? Voor mij is dat eigenlijk wel de manier waarop mensen met deze crisis omgaan. De crisis is nieuw voor iedereen. Maar het brengt mensen tot enorm creatieve oplossingen. En de manier waarop iedereen die ook daadwerkelijk uitprobeert, genoodzaakt weliswaar. Maar dat gaat hartstikke goed. Mensen lijken toch minder kritisch, omdat ze allemaal begrijpen dat we er samen het beste van moeten maken. Dat vind ik echt prachtig om te zien. Ja, absoluut. Gek, hè? Eigenlijk slecht nieuws, maar toch wel een spannende vibe op een bepaalde manier. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En mensen begrijpen ook dat we het met elkaar moeten doen. En dat vind ik ook mooi. Ook, want dat is dan eigenlijk meer hoe ik er qua werk naar kijk. Maar ook op straat vind ik toch veel al dat mensen toch vriendelijker zijn, begripvoller. Dat gevoel krijg ik in ieder geval. Ja, zo'n knikje naar elkaar je denkt... Ja, we begrijpen elkaar. Je neemt die anderhalve meter afstand. Ja, jammer dat het zo, maar ja. Wat heeft op jou veel indruk gemaakt, Marjan? De verbondenheid eigenlijk die je met elkaar hebt. En dat sluit wel aan bij wat jij ook ervaart. We hebben allemaal eigenlijk hetzelfde. We gaan voor onze gezondheid. Dat is een heel belangrijk goed. En vanuit daar werken we op een andere manier en komen we ook eigenlijk nieuwe dingen tegen die we eigenlijk opeens heel makkelijk accepteren en heel makkelijk ook mee omgaan. En waarbij we ook soms nog heel zoekende zijn, ook fouten maken, maar ook nieuwe dingen eigenlijk heel goed kunnen handelen. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Ja, nou ik ga dezelfde vraag natuurlijk ook aan Theo en Mieke stellen. Mieke, om met jou te beginnen, wat heeft veel indruk op jou gemaakt? Nou, mij heeft wel veel indruk gemaakt. De veerkracht en de daadkracht bij mensen. En dan, dat zie je natuurlijk al in Nederland. Allerlei initiatieven die poppen op. Allerlei mensen die beginnen met allerlei acties om eenzame bewoners te helpen. En dat zie je ook bij ons in de organisatie. Allerlei collega's, iedereen die heeft er zin in. Die zet alles op alles om gewoon aan de slag te gaan en dingen te doen. En waarvoorheen, waar je soms best wel lang moest vergaderen, zie je ineens dat in een hele korte tijd dat er heel veel bereikt wordt. Nou, dat is fijn, hè? Heerlijk. De besluitvaardigheid neemt toe. Theo, wat heeft op jou indruk gemaakt de laatste tijd? Wel vergelijkbaar met wat ik hoor, maar toch ook wel. Ik werk dat voor verschillende organisaties tegelijk werk. Wat in ieder geval de gemene deler is, dat je merkt dat de eerste paar dagen men toch wel een beetje gedesoriënteerd is. Een enorme golf die over iedereen heen komt. En ik heb dan klanten die of moeten afschalen, of die het veel rustiger hebben. Maar ik heb ook klanten die het veel drukker krijgen, die meer omzet gaan draaien, omdat er meer behoefte is aan hun product of hun dienst. En opvallend is dan toch, ik noem het maar even, de emotionele intelligentie van ons land. Er is heel veel compassie, er wordt ontzettend meegedacht. En ik zie een mooie combinatie tussen hoe houd ik mijn eigen bedrijf en organisatie op de rit, hoe motiveer ik mijn eigen mensen, maar ook naar kijken naar stakeholders om hen heen. Hoe kan ik hen helpen? Hoe kan ik die kleine leveranciers waar we normaal gesproken mee samenwerken toch nog aan de gang houden? Ja. Nou, ik vind het wel spannend, want er is nu veel saamhorigheid en veel begrip. Maar dan denk ik wel, hoe lang zou dat duren? Heb jij daar een idee bij? Hoe lang zou het duren? Nou, hoe lang zouden we begripvol blijven en flexibel, zeg maar? Is dat een beginnetje of is dat een nieuwe spirit? Nou ja,
als ik naar mezelf kijk, merk ik wel dat ik het wel heftig vind om zo lang opgesloten te zitten. Ja. Dat komt mijn humeur niet ten goede. Ik ben nogal een energiek persoon van nature. Ik wil er wel uit. Je begon net al van lekker om er even uit te zijn. Dat gevoel heb ik wel. Dus ik kan me wel voorstellen dat het bij steeds meer mensen spanningen mee gaat brengen naarmate het langer zo is. Maar misschien wordt het ook voor steeds meer mensen het nieuwe normaal. Ja. Ik denk dat het heel erg varieert. Peps. Het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Dat zullen we wel zien en misschien al wel heel snel. Ik ga even kijken of jullie vragen hebben gesteld aan Raymond. Ja, er komen zeker heel veel vragen binnen. Het is ook heel leuk dat mensen op elkaar kunnen reageren. Want iedereen is met naam en toename te zien. Dus er wordt ook heel veel onderling al gereageerd naar elkaar toe. Maar hier heb ik bijvoorbeeld een leuke vraag en die komt binnen. Moet ik even goed mijn goede telefoon erbij pakken. En dat is een vraag van... Ja. Doe ik het zo eventjes. Marianne de Neef. Ik merk dat ik veel meer tijd besteed aan videocalls en... daardoor heel veel input op een dag ontvang. De follow-up daarvan vraagt ook tijd om het uit te werken. Ja. En ik ben dan ook niet toegekomen met mijn gewone werk op zo'n dag. Herkennen jullie dit? Ja. Wil ze nog meer weten? Dat is de vraag. Ja. Ja, wij herkennen dat. Ja. En misschien is de vraag ook wel van... hebben jullie nog tips over hoe je daar dan mee om kan gaan? Want er moet ergens nieuwe tijd gecreëerd worden. Zeker. Ik merk zelf ook, je bent veel intensiever aan het werk, omdat je gewoon heel gefocust ook bent, juist doordat je opgesloten ook zit. Dus ik probeer zelf ook wel op het moment dat ik telefoongesprekken heb, gewoon toch wat te bewegen. Maar ook wel wat blokken in te bouwen, dat je gewoon eventjes de rust creëert voor jezelf, om toch te kijken wat is er nu eigenlijk gebeurd. En dan dat op te pakken. Dus ook echt heel erg met blokken werken. Ja. Ja. En Mieke... hoe doe jij dat? Nou, ik herken wel inderdaad wat Marianne zegt. Normaal, met vergaderen op kantoor, dan gaat dat toch heel anders dan wat je nu doet met de videobellen. Dat is toch intensiever, want je moet beter opletten, beter luisteren. Dus ik heb wel dezelfde tactiek eigenlijk. Gewoon meer korte pauzes inbouwen, dat je eventjes ook even kan laten landen en weer door kan gaan naar het volgende. En dat heb je wel nodig, omdat het gewoon best wel intensief is. Ja. Ik vraag me af hoe jij dat dan doet, Peter, want jij zit in een crisiscommunicatie, of je bent woordvoerder bij Alliander. Wat is jouw ritme zo op een dag? Nou, zeker in de beginfase was het enorm zoeken, want we hebben inderdaad ook een crisisteam ingericht. Dat is altijd slapende, maar naarmate dat dit soort crisis ontstaan, wordt dat actief. In dat team zit ook een afvaardiging van communicatie en binnen onze eigen afdeling communicatie hebben we ook weer een crisiscommunicatieteam. Waarin we zo goed mogelijk 7.500 medewerkers te proberen te vertellen wat voor een impact al die maatregelen op hun werk hebben. Want wij zijn als netwerkbedrijf aangewezen als vitale sector. Dus het werk moet door blijven gaan, want zonder stroom staat heel Nederland stil en kan al helemaal niemand thuiswerken. Maar we hebben ook 3,2 miljoen klanten die wij moeten vertellen wat we wel en niet meer komen doen. En naarmate de maatregelen worden aangescherpt... zien we ook dat speelveld continu verandert. Dus in de begintijd, ik denk dat ik 4-5 uur per dag in calls zat met 15-20 mensen op een schermpje. De ene call sloot de andere aan, tussendoor belde journalisten. Moest ik ook nog mijn kinderen met allerlei online platformen aan het werk krijgen. Ja. Waarvan je de wachtwoorden weer niet wist en dat je op een verkeerd platform zat. Nou, ik vond het heel groot. Ik ben blij dat mijn vriendin vooral de kinderen deed. En die werkte dan s'avonds en in het weekend. En ik was overdag vooral dan met werk bezig. Maar s'avonds lag iedereen helemaal afgedraaid op de bank. En dat was niet om 11 uur s'avonds, maar eerder om 9 uur. Ja. Precies. Ja. Nou, leuke vraag. Dankjewel. Volgens mij is er nog één binnen, Raymond. Ja, ik heb ook wel een stelling binnengekregen. Je kan gewoon je vragen blijven stellen. Dat kan gewoon in de chat op het scherm dan. Maar Masha Damen die heeft een stelling. Ik wil wel een stelling inbrengen. De crisis heeft de campagne Doe eens lief in één klap overbodig gemaakt. Punt. Dus ja, wat vinden we ervan? De crisis heeft de stelling is, de crisis heeft de campagne Doe eens lief in één klap overbodig gemaakt. Nou, ik ga even naar onze PR-adviseur Theo. Eens of oneens? Nou, waar het waar was. Ik denk dat er heel veel mensen wat liever voor elkaar zijn dan normaal. Als ik s'avonds nog even een wandelingetje maak, dan forceer ik me echt toe naar 12 lange uren werken. Toch even die frisse neus halen. Maar groet ik eigenlijk iedereen die tegenkomt, dat zijn er niet veel. Daarom doe je dat misschien ook. Maar ook wel om even die verbinding te hebben en te laten blijken, we zijn er en we zijn er voor elkaar. Maar je hoort natuurlijk gewoon toch ook nog verhalen over mensen die helemaal niet zo lief doen.
in de supermarkt. Die anderhalve meter met moeite houden. Vakkenvullers lastig vallen. Dus die verhalen zijn daar ook, hè? Ja, en ik hoor ook wel verhalen over... Ik hoorde vandaag van iemand die zei... De bakfietsmoeders, ja, dat is dan zo'n term. Ik hoop niet dat ik iemand hier beledig in ons kijkersbestand. Maar die als kinderen met elkaar spelen, meteen elkaar wijzen op allerlei dingetjes. Daar zijn wij natuurlijk ook wel goed in. Ja. Ja. Nou, ik herken wel heel erg wat Theo zegt, want onze monteurs die werken dus ook gewoon nog in de openbare ruimte. En we hebben nu ook allemaal hesjes besteld, net als de vakkenvullers in de winkels hebben. Hou anderhalve meter afstand. Vanaf morgen gaan we bij alle werkzaamheden borden plaatsen. Hou alsjeblieft anderhalve meter afstand. We zien gewoon dat mensen gewoon over die monteurs heen gaan hangen. Wat ben je aan het doen? En totaal niet over nadenken. Heel bijzonder. Ja, en zeker bij geplande werkzaamheden waarbij de stroom er even af moet, zien we ook mensen die echt boos worden en onbegrip tonen dat dat gebeurt. Terwijl wij dat echt doen om op de langere termijn de stroomvoorziening goed te houden. En met name een spontane lange stroomstoring willen voorkomen door even kortstondig een reparatie uit te voeren. Ja. Hoe zit het, Mieke, bij de woningbouwcorporatie met het begrip voor elkaar en de flexibiliteit? Ik herken wel een beetje wat net gezegd werd. Er is gelukkig heel veel begrip. En we proberen dan ook gewoon zoveel mogelijk uit te leggen als we beslissingen nemen om bijvoorbeeld projecten stop te zetten, waarom. Maar soms, we komen eigenlijk in principe bijna niet meer achter de voordeur bij bewoners, tenzij het echt noodzakelijk is. Maar de werkzaamheden aan de buitenkant van woningen of aan binnen leegstaande woningen, dat gaat wel door. Maar dan hoor je ook wel reacties van omwonenden, van waarom doen jullie dat? En onbegrip en soms ook boze reacties. En dan probeer je wel heel erg uit te leggen, waarom doe je het en het herhalen? Maar dan merk je ook wel dat lang niet iedereen heel begripvol is. En heeft denk ik ook een stukje angst heeft daarmee te maken. Ja, dat denk ik. Ja, er speelt denk ik ook nog iets anders, want er is ook een economisch speelveld natuurlijk. Kijk, wij werken veel bijvoorbeeld met aannemers. En die willen natuurlijk niet thuis gaan zitten zonder dat ze geld krijgen. Dus die willen heel graag ook aan de slag blijven. Ja. Dus we hebben nu ook met de sector een convenant afgesproken, een protocol veilig samenwerken. Inderdaad, hoe je dat kan doen, dat je nog wel bij mensen achter de voordeur komt als zij dat wenselijk vinden. Bijvoorbeeld om zo'n slimme meter op te hangen. Maar dan moet je dus continu over communiceren naar die mensen die daar naartoe gaan. Naar die klanten, willen ze dat wel of niet. Dus de communicatie verandert ook continu, waarbij je eerst zei, dat doen we niet achter de voordeur. Ja, wil je ook zorgen dat die mensen nog een inkomen hebben? Dus je probeert daar ook continu oplossingen voor te zoeken. Ja, ik denk dat dat nu ook heel belangrijk gaat worden. Hè? Dat je dat veel meer gaat zien. Omdat, faillissementen, dat soort zaken. Het wordt nu echt wel een hot item. Ja. Ja. Ja, een mooie stelling. En we zijn het ermee eens, Marcia. De volgende vraag, Remmel. Nou ja, er wordt heel veel gereageerd ook op elkaars berichten. Want bijvoorbeeld tips over bewegen terwijl je belt, dat kan allemaal. Ja. Een bila in het park kan ook. Klopt. Maar ook een timer. Zet gewoon een timer op 25 minuten. Doe iedere 25 minuten ook wat anders. Dus dat kan ook allemaal. Ik krijg wel een interessante vraag voor, dat is voor de USG hier. Nou, die gaat net mijn beeld uit. Mijn vraag aan USG, ik zie hem hier weer staan. Is er werk voor uitzendkrachten nu de economie zo stil is komen te liggen? En dan uitzendkrachten op het gebied van marketing en communicatie, neem ik aan. Hoe zit het met die markt, Marjan? Want een hoop, ik geloof dat 1/3 van onze leden is toch ook wel, zit in tijdelijke functies. Deels via jouw bureau. Hoe is het met de markt? Nou, de markt voor uitzendkrachten durf ik niet zo aan te geven. Want wij zitten echt wel in een ander segment. Hè? Wij zitten veel meer op interim en op detachering. Dus dan heb je toch langere opdrachten. En heb je ook een andere manier van samenwerken. En daarin zien wij heel erg de beweging dat het een stukje marketing, dat is op dit moment niet van toepassing. Maar op communicatiegebied zien we dat gewoon die crisiscommunicatie echt een belangrijk element is. En waarbij omgevingsanalisten heel gewild zijn, woordvoerders, maar ook communicatieadviseurs. En wat dat betreft is er nog volop beweging. Maar waarbij je ook merkt dat er eigenlijk heel weinig ruimte is bij een organisatie om tijd vrij te maken om mensen mee te nemen. Dus dat is een spanningsveld waar men in organisaties tegenaan loopt. En men dan ook de keuze maakt om iemand die al binnen de organisatie is wat vrij te maken, wat ander werk eigenlijk af te stoten, nog even wat uit te stellen, om eerst voorrang te geven aan de communicatie rondom corona. Ja,
Ik ben benieuwd hoe dat bij Theo is. Je bent het eigenaar van je eigen bedrijf. Daar werk je alleen in. Hoe is het bij jou met de stroom van opdrachten gaan en vertrekkend? Ik heb het altijd al druk. En het is eigenlijk alleen maar drukker geworden. Dus er kan geen muisje meer bij nu. Van mijn palet opdrachtgevers, zo tussen de 10 en 15, is er eigenlijk eentje die wat aan het afschalen is. En de rest is allemaal vol aan het communiceren rondom corona. En dat zit in alle varianten. Dat is bijna tot herpositioneren aan toe. Tijdelijk. Nieuwe aanbiedingen maken. Alles in de crisiscommunicatiemodus. Dus ja, voor mij, ik heb het heel erg druk. Maar ik zie en ik hoor ook geluiden van communicatievakgenoten die meer op interim basis werken. Ja, en als je dan net op een project zit wat even on hold gezet wordt, dan is het zuur kersen eten, want dan zit je gelijk thuis. Ja, precies. Mieke, jij hebt denk ik ook wel meer communicatiemensen in je team bij de woningbouwcorporatie. Voor welke types is het juist nu een hele leuke tijd in het communicatievak? En voor welk soort mensen is het best een lastige tijd? Los nog van het feit dat je misschien je baan kwijtraakt. Ja, nou, ik heb één communicatiecollega. We zijn met z'n tweeën. Dus op dit moment is het eigenlijk, nou ja, zijn we heel druk bezig. En ondanks dat deze periode natuurlijk een hartstikke vervelende periode is, is het op communicatiegebied ook alweer een hele uitdagende periode en heel veel mooie kansen biedt het. Maar wij zijn volop bezig en eigenlijk de mensen om me heen, communicatiecollega's, hoor ik dezelfde verhalen. Ja. Is er iets wat je erdoor hebt weten te krijgen waar je al lang op zat te azen en wat nu ineens gelukt is? Nou, ideetjes krijg je nu natuurlijk door deze coronatijd allerlei ideeën van dat moeten we doen en dat en dat. En eigenlijk in een week tijd hebben we allerlei ideeën die we geopperd hebben, die zijn gewoon erdoor. Dat was leuk. In een week. Ja, maar dat is ook bizar. Ja. Dat zien wij ook al, waar we vroeger telefonische interviews met journalisten deden, gaan we nu ineens inderdaad dat via beeldbellen, wat voor een vorm dan ook, doen. En het is eigenlijk leuk. Je ziet mensen meer interacties. Wat is er veranderd in de communicatie tussen woordvoerder en journalist? Ik merk op dit moment dat er meer aandacht is ook voor elkaars persoonlijke situatie. Ik heb het idee dat journalisten in ieder geval voor ons ook wat liever zijn. Dat mensen begripvoller zijn. Ik merk wel dat het gros van de communicatie over corona gaat of corona gerelateerd is. Ik zie bijvoorbeeld dat wij zelf al veel minder tijd hebben en maken voor reguliere persmomenten. Maar ja, dat we dat nog wel doen indien noodzakelijk. Maar ja, iedereen's hoofd en agenda is ook zo vol door al het corona dat het er amper van komt. Ja. En nog even om nog door te gaan op dat puntje waar we het net over hadden, over de mogelijkheden voor communicatieprofessionals in dit moment. Hè. Sommigen die raken hun werk kwijt, maar je noemde net heel mooi waar veel werk voor is. Wat moet je in huis hebben om goed in te kunnen springen op die mogelijkheden die er nu liggen? Ja, het is heel, heel divers eigenlijk wat er gevraagd wordt. Hè. Als je naar monitoring kijkt, het sentiment uit de markt halen is echt wel wat anders dan een woordvoerdersrol, terwijl je wel nauw samenwerkt. Maar wat je ziet is dat je gewoon moet werken echt in een dynamische, hectische omgeving. En dat je niet daardoor moet verlammen, maar dat je gewoon echt door moet pakken. Niet moet denken van we doen het altijd zo en zo gaan we door. Ja. Maar dat je gewoon echt elk moment weer bij moet stellen, uit moet proberen, creatief ideeën ook de ruimte moet geven. Niet bang moet zijn om een fout te maken. Hè? Want dat kom je ook tegen. De communicatie, mensen zijn toch ook wel van checken met iedereen. Is dit wel wat de bedoeling is? Is het goed opgeschreven? Wil het graag echt wel best wel perfectionisten? Dat is moeilijk in deze tijd. Ja, maar ik denk dat nu ook er zullen collega's zijn die het heel spannend vinden en het ook een hele heftige periode vinden. Maar je ziet ook mensen echt gaan floreren, zou ik bijna willen zeggen. Die komen echt tot bloei in deze manier van werken. Dus het is ook een beetje hoe jij als mens erin staat, hoe jij waar je prettig bij voelt. Dank je. Ja. Nou, Raymond die staat alweer naar mij te zwaaien, want die wil een leuke nieuwe vraag inbrengen. Nou, misschien is het wel een beetje aanvullend wat Marjan net vertelde. Want eigenlijk zijn we met z'n allen als communicatieadviseurs met een marathon bezig. Maar hoe hou je die afdeling fit? Ik weet niet of je dat voldoende beantwoord hebt, Marjan. Maar hoe houden we onszelf eigenlijk fit op dit moment?
Nou, wat ik merk is dat het heel belangrijk is om die vraag te stellen. Ik hoorde jou net ook al zeggen dat er veel meer belangstelling eigenlijk is voor de gezondheid, voor de persoonlijke situatie. Ik merk dat ik daar ook eigenlijk altijd een gesprek mee begin tegenwoordig van hoe gaat het met je? Is iedereen nog gezond? Omdat dat nou, op dit moment toch heel actueel is. En daarnaast ook toch veel verbinding zoeken. En voor jezelf dan? Hoe doe jij het? Veel interactie zoeken met collega's, maar ook met de mensen met wie ik samenwerk, met opdrachtgevers, met de mensen die aan de slag zijn. Maar ook heel bewust een keuze maken om te lunchen, maar ook nog wandelingen te maken met de hond. Omdat ik, als ik dat niet doe, aan het eind van de dag, nou ik hoorde jou zeggen om 9 uur was ik echt op. Nou, ik had hem al eerder. En ik dacht, dit gaat mij naar 2 dagen. Beetje stoer. Ja, nee, ja. Ik was ook iets in. Ja, ik was niet zo stoer, maar ik dacht echt van dit vind ik na 2 dagen al helemaal niet meer leuk. Nee, dus dat ga ik niet doen. En de derde dag had ik dat rondje gelopen. En ik dacht, dit is fijn. Dit is de uitdaging. Ja, dit ga ik elke dag doen. Maar bij ons zie je ook collega's die zelf de handschoen oppakken en die om 9 uur 's ochtends een gym kwartiertje organiseren voor de communicatieafdeling. En dan, online gym. Online gym. Ja. Iemand die gaat... Nederland in beweging. Ja, maar die doet het voor. En de rest doet mee en een beetje grappen maken onderling. Ja. Dus enerzijds het creëert een band en anderzijds je blijft nog een beetje fit. Op vrijdagmiddag doen we de online borrel. Dus je probeert ook dat soort momenten te maken. Dus even los van hoe hou je jezelf fit. Maar wel hoe hou je de verbinding met elkaar ook als team. En hoe hou je het leuk, hè? Ik ga even naar onze collega's thuis. Naar Mieke en Theo. Mieke, hoe doe jij het? Hoe hou je jezelf fit? Nou, ik vond het wel leuk. Ik hoorde net al van Raymond en ook bij jullie in de studio allerlei tips. En zo hebben wij dat ook gedaan. We hebben gewoon gevraagd aan collega's. So, we hebben een interne tool, dat heet Jammer. Ik weet niet of jullie daar allemaal mee bekend zijn. Een soort Twitter voor collega's. En daar zijn we gestart met Jammer Challenges. Dus hebben we collega's gevraagd elke week. Afgelopen week was vitaliteit het onderwerp. Van hoe blijf jij vitaal? Stuur een filmpje in en een foto. En dan komen ook de meest creatieve en leuke ideeën langs. Dus zo proberen we ook een beetje op een leuke manier wel de verbinding te houden. En elkaar ook te inspireren van, hey, doe dit eens. En jij, Theo? Iedere avond een flinke wandeling. Ik woon in het midden in het centrum van Utrecht. En dat is een rondje de stad, half uit en weer in. Dat sowieso. En wat natuurlijk ook wel een rol speelt. En ik denk dat dat ook wel een beetje vergeten wordt tot nu toe. Kijk, normaal gesproken, als je het heel druk hebt op je werk. Je hebt bijvoorbeeld een crisissituatie en je werkt 10 slagen in de ronde. En je weet dat je daar voorlopig de komende weken nog wel mee bezig bent. En je hele team staat op scherp, dan zijn er altijd nog momenten waarop je toch die ontspanning even hebt en eraan kunt ontsnappen. En dat is omdat je s'avonds een voetbaltraining hebt, of omdat je op roeien zit, of omdat je lekker gaat wielrennen. Of... Nu is dat er natuurlijk in die zin niet meer gewoon omdat het fysiek niet kan, maar er is ook echt geen milliseconde waarop dit niet speelt. Want op het moment dat je, zal maar zeggen, uit je werkruimte stapt, dat is waar ik nu zit, zit er nog een heel gezin die ook allemaal wat te doen hebben. Een eindexamenkandidaat die zijn eindexamen niet gaat doen. Dus je hebt geen ontsnappingsmogelijkheden meer. En ik denk dat we, als dit nog even duurt, en dat duurt het toch eventjes, dat je ook binnen organisaties veel meer gekeken zal worden naar hoe kunnen we mensen daarin faciliteren. Niet alleen maar in een leuke app om oefeningen te doen, of hoe hou je jezelf binnen fit, of... Nou ja, zullen we zeggen, gezamenlijk. Maar waar denk je dan aan? En is dat de taak van de organisaties? Of moeten we de mensen juist iets meer loslaten? Dat bijvoorbeeld, dat je gewoon mensen echt even vrij vlacht. En zegt van, jij bent nu de komende 2 dagen, plug je even uit. Dat je hebt minder, zal ik zeggen, voeling met hoe het... Kijk, je praat er natuurlijk wel heel veel over. En dat zie je natuurlijk in de calls die we allemaal hebben. Dan begint iedereen even met zijn hart luchten. En hoe zit jij in de wedstrijd? En dat moet ook zo. En daar hoor ik wel steeds meer wat openheid en eerlijkheid over. Ik zie het even helemaal niet zitten vandaag. Het grappige is, communicatiemensen zijn allemaal ontzettend flexibel. Hè? Dus een beetje, dat hoort bij ons vak. Positief ingesteld, echte go-getters. En dat duurt altijd eventjes voordat ergens iemand durft te zeggen... Ja, ik heb echt geen oog dicht gedaan vannacht. Geen oog. En ik maak me ongelooflijke zorgen. Dus ik denk dat organisaties in de volgende fase, en dat is al heel snel,
daar dingen voor moeten gaan verzinnen. Ja. En misschien zullen de bedrijven die opstaan en zeggen, daar kunnen we je bij helpen. Ja. Dat is ook een markt, misschien een nieuwe niche. Voor mij is trouwens zelf een manier om ook mentaal een beetje fris te blijven, is om na een dag ben ik helemaal uitgecommuniceerd. Ik wil echt niet nieuws. Ik wil geen extra input dan nog. Ja, maar heb je dat ook dat je in het begin 5 keer per dag keek naar alle cijfers en staatjes ja. En dat je nu dat afneemt? Ja. Het ligt bij de experts in goede handen. Ik kijk het af en toe wel, maar het is het wel kan een stuk ook minder. Niet bij. Het nee, is hè? Niet. Nee, het is ook de kunst om het los te laten, omdat het niks meer toevoegt. Nee. Het heeft geen goed positieve impact meer en het gaat niet meer veranderen. Je moet dus op je eigen we moeten gewoon door. Een beetje rustig houden. En, juist. Ik ga naar Raymond, want volgens mij is er vast wel weer een uitdagende vraag van jullie voor ons. Ja, zeker. Er is een hele discussie losgekomen, want Esther van der Lely heeft een vraag gesteld. Ik mis wel de energie van persoonlijke gesprekken. Ondanks dat er veel bel- en videocontact is met persoonlijke aandacht, maar hebben jullie dat ook? Nou, dat gaat helemaal los op dit moment op de chat. Luisteren ze nog wel naar ons of zijn ze vooral ja, elkaar? Ze flikken chatten op dit moment, maar dat is ook de bedoeling. Er wordt ook heel veel positief op gereageerd, want leuk. Dan krijg ik een telefoontje binnen, maar die ga ik even wegdrukken. Oh. even kijken, wie hebben we hier? We hebben hier bijvoorbeeld Jan Blanken, denk ik. J. Blanken, ik ben even zijn voornaam. Jenneke kwijt. Is dat volgens mij. Jenneke, ja. Blanken. Elke dag beginnen met een kwartiertje wandelen, heerlijk. Dat wil ik wel blijven doen, ook na de coronacrisis. Ook een leuke reactie die binnenkomt. Ik heb nog een vraag voor Theo, die ga ik even opzoeken. Want dat was even een goede vraag nog, die ik erin heb zitten. Moet ik eventjes teruggaan met de foto's. We gaan even koffie halen, Raymond. Ja, anders. Bijna wel. Ja. ben je Alejandro? Nee, dat is een vraag van Daphne. Werken jullie ook in teams om corona ook tegen te gaan? Werken jullie in teams om corona? En dat is een vraag voor Peter? Dat is een vraag voor Peter, inderdaad. Ja, we hebben inderdaad een crisisorganisatie hiervoor opgetuigd. We werken als communicatieafdeling in 2 teams, maar al die teams werken thuis. Dus in die zin is de vraag niet heel relevant. Maar we werken wel in 2 teams om ook de werkdruk te verdelen. In het begin was het dag op corona, dag af, om de dag coronadienst. Maar ja, je merkte gewoon dat de helft van de acties die je oppakte, hadden gewoon 2 dagen nodig. Dus je was er alleen mee bezig. Daarnaast moest je ook nog je eigen werk doen. Dus ja, we werken in teams. Op dit moment is dat week op, week af. Ook met minder capaciteit. Maar dat is dus niet om elkaar niet te besmetten. Want we werken echt thuis. Tenzij ik bijvoorbeeld voor interviews naar locatie moet. Of zoiets als dit. Ja. Ja, ga je gang. Ik heb inmiddels een vraag gevonden voor Theo. Leer jij als zeer ervaren crisismanager nog wel nieuwe dingen deze tijd? Wat leuk. Theo, heb je nog wat nieuws geleerd de afgelopen tijd? Ja, ik zit me echt suf te pieken. Want wat ik wel vind is, kijk, ik zeg wel eens tegen mensen, crisiscommunicatie is eigenlijk het makkelijkste wat er is. Dat klinkt heel gek. Maar daar zijn natuurlijk hele mooie, vaste, strakke regels voor. En als je je daar goed voorbereidt, dan is het een kwestie van invullen wat je vervolgens gaat doen. Dat betekent niet dat dat niet complex kan zijn of niet heel erg spannend. Kun je ietsje concreter zijn? Want ik weet niks van crisiscommunicatie, ook die regels niet en zo. Neem ons even heel snel mee in een... Je hebt het dan over zorgvuldigheid en snelheid van communicatie. Hoe snel moet je iets naar buiten brengen? Hoe zorgvuldig? Wat doe je als je nog niks inhoudelijks te melden hebt? Dat zie je nu ook wel gebeuren, ook bij organisaties. Of wat ga je dan doen? Dan ga je de procescommunicatie. Dan meld je dat je nog niks te melden hebt, maar dat je over een uur wel iets te melden hebt. Nou, dat soort technieken, die zijn allemaal wel, die zie je nu constant toegepast door iedereen. Zie ik daar nou echt nieuwe dingen in? Ik zit me echt af te vragen. Wat ik vooral zie is heel veel die creativiteit. Ik zal een voorbeeld noemen. Een klant van mij is Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. De persconferenties van Rutte en de Jonge van afgelopen maandag. Was iedereen lovend over. En wat hebben die gedaan? Een audio in 5 verschillende talen die veel in Nederland worden gesproken eronder gezet. En die video beschikbaar gesteld. Dus zodat mensen die Arabisch, Syrisch spreken, Pools of Marokkaans-Arabisch ook weten wat er gezegd is. En dat wordt allemaal in no time geregeld. Dus dat vind ik dan, de creativiteit rondom deze crisis. Dat is dan wel, wat spannender en nieuwer dan je normaal gesproken ziet bij crisis. Ja, dankjewel. Mieke, heb jij nog nieuwe dingen geleerd de afgelopen weken? Ik leer wel heel veel elke keer weer. En met name inderdaad allerlei creatieve dingen die je kan doen. Uitdaging vind ik ook wel van
Hoe ga je, in het begin hebben we voornamelijk heel veel aandacht besteed aan interne communicatie. En nu ook steeds meer naar bewoners toe. En hoe bereik je de bewoners, ook juist de oudere groep mensen, die enorm groot is. En op welke manier kun je die nog meer Een stem geven? Want dat vinden wij wel interessant. Want de digibeten, de anderstaligen, hoe bereik je ze? Ja, bij ons is het grotendeel van de bewoners is boven de 65, zelfs boven de 75 jaar. En ja, die zitten niet op de website. Dus ja, maar heel simpel posters ophangen in complexen. Maar ook, volgende week openen we een kletslijn. Dat is als mensen vragen hebben of angst of even een praatje willen maken. Maakt niet uit. Die kunnen naar ons toe bellen. Maar ook proactief gaan wij alle bewoners boven de 75 jaar die alleenstaand zijn, gaan we gewoon zelf bellen om eens te vragen, goh, hoe is het? Heeft u iets nodig? Wij hebben niet dat wij alles zelf gaan doen, maar we weten wel precies waar we ze naartoe kunnen verwijzen. En we kunnen ze misschien net eventjes helpen daarmee. Heb je ook al sterfgevallen meegemaakt door corona? En wat doet dat dan met zo'n buurtje? Of heeft dat een bepaald effect? Ik heb daar zelf nog niks over gehoord. Nee. Wel bewoners inderdaad die ziek zijn en die zeggen van, goh, moet ik dat ook bij jullie melden? Maar niet. En bij jou in de organisatie, 8500 mensen, zijn er coronadoden gevallen? Wel coronazieken, voor zover ik weet, nog geen doden. Nee. Nou. Jij? Nee, bij ons ook niet. Maar ik merk wel, een coronazieke, dat heeft wel impact. Ja. Dus als een collega toch ziek is, dan heb je zoiets van, oh help. Ja. Je gaat toch eventjes nadenken. Ja. En het is toch inderdaad even spannend. Nou, dat vind ik ook wat gekke van deze crisis. Als wij in de wereld om ons heen lopen, maar ook in jouw grote organisatie, in jouw grote netwerk, in Mieke, der grote organisatie, ik heb het niet van nabij meegemaakt. Het beheerst ons hele leven, maar het is er niet echt. Ja. Maar het is absoluut heel raar. Ja, het is heel raar. Het is iets wat we allemaal tegenkomen, niet alleen in Nederland, maar gewoon wereldwijd. En dat maakt dit wel echt anders dan andere situaties. Absoluut, ja. Goed, Raymond. Ja. Er wordt driftig getikt in de chat. Het is nog steeds welkom. Je kan ergens op een knop drukken en dan kun je gewoon je vragen blijven stellen. Dat heeft Koen van Tankeren, onze voorzitter, ook gedaan. Aan alle gasten in de studio, maar ook uiteraard online. Werken jullie online of vanuit huis efficiënter of juist niet? En andere vraag is, wat is de basis voor een goede samenwerking op afstand? Nou, laat maar met vraag 1 beginnen. Werk je efficiënter, Marjan, of niet? Wisselend. Ik heb dagen dat ik echt heel efficiënt werk en dat ik echt heel blij ben en netjes mijn blokken af aanhoud. Maar ik heb ook wel eens een dag dat ik denk van, nou, ik zat er gewoon lekker niet goed in. Laat hem zo zeggen. Ga je dan te veel appen of... Dan ben je eigenlijk veel toch met zaken bezig. Je wilt toch ook soms even een stapeltje, stapeltje werk verzetten. En dan heb je gewoon of even je mindset niet. Dan is er toch wat gebeurd wat je toch wat aangrijpt. Mm. En dan ben je opeens bewuster van, hey jongens, dit is wel de werkelijkheid. Ja. Dus ik merk wel dat het wisselend is. En dat kan ook natuurlijk zijn met je thuissituatie. Ik bedoel, je hebt thuis ook kinderen lopen. En nu zijn mijn kinderen wat ouder. Dus ik hoef niet de juf te spelen of noem maar op. Maar het heeft wel impact. Ja. En jij, Peter? Ik werk liever op kantoor. Wij hebben uitstekende faciliteiten om thuis te werken. Maar normaal gesproken vind ik het ook lekkerder om op kantoor te werken. En dat merk ik nu ook weer. Sowieso ben ik iemand die heel veel behoefte heeft aan menselijk contact en interactie. Ja. Nou heb ik dat thuis ook wel, maar dusdanig veel af en toe dat ik het heel lastig vind om te werken. Zeker omdat ik kinderen heb die ik wel, of die we, mijn vriendin en ik, wel intensief moeten begeleiden met online school. Ik vind dat wel taai inderdaad. Continu die onderbrekingen. Ja, dat lijkt me heel zwaar. Want het is een enorme heftige tijd bij Aliander. Wat er allemaal op jullie afkomt. En dan moet je dat ook nog eens combineren met die kinderen. Ja. Zit je dan ook in een gelijke of in dezelfde ruimte? Of heb je aparte ruimtes? Nee, ik zit inderdaad wel op zolder. We hebben ook een vrij klein huis. Dus al met al vind ik dat wel heftig. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook prachtig dat het op deze manier wel kan. Ja. En dat je door kan. En dat je, ik moet er niet aan denken dat je met z'n allen helemaal thuis zit en niets meer kan doen. Nou, toch? Zo is het. Laten we het ook even in perspectief plaatsen. Zolang je gezond bent, wij hebben het over, toch? Ja, nee, zo is het ook. Ja. Ik heb zelf een eigen kantoortje. Dus ik ga altijd lopend naar mijn kantoor of met de fiets. En dat vind ik heerlijk. Maar ik gebruik het ook wel eens niet.
Dus ja. Jij mag ook wel eens op mijn kantoor komen werken. Dan ben je toch lekker uit. En dan heb je heerlijk even een kantoor voor jezelf. Super aardig. En leuk. Zo zijn er misschien nog wel meer mensen die kantoorruimte over met z'n allen uit kantoor. Ja. Ik weet niet of Mieke of Theo of jullie ook nog wat over dit punt willen zeggen. Maar er was een tweede deel van de vraag. Daar wil ik dan op ingaan. En dat ging, wat is een... Ja, de tweede vraag van Koen was, wat is een goede basis voor een goede samenwerking op afstand? Ja, wat is een goede basis? Ik vind het een beetje een moeilijke vraag. Maar misschien dat jullie meteen denken, ik snap precies wat je ermee bedoelt, Mieke. Nou, ik probeer wel alles zoveel mogelijk door te laten gaan. Zoals afdelingsoverleggen, kamer, teamoverleggen. In de eerste week merkte ik wel dat soort dingen... Nou ja, dat ging allemaal even niet door, omdat je natuurlijk druk genoeg was met van alles en nog wat. Maar nu de rust een beetje wat meer terugkeert... Doen we ook dat soort dingen. Inderdaad, een borrel die al gepland stond, afdelingsoverleggen. Gewoon alles doen en ook inhaken of aansluiten bij andere teamoverleggen. En op die manier, dat werkt goed. Ja, nou, goeie. De mooie basis, regelmaat en discipline vasthouden van dezelfde punten. En elkaar Dankjewel. Blijven opzoeken. Ik was trouwens ook nog wel benieuwd, maar dat is even een vraag waar ik het eerder, wat niet van jullie komt, maar... De crisiscommunicatie vanuit de overheid, de coronacommunicatie. Hoe vinden jullie dat gedaan wordt door onze overheid? Nou, ik vind het de hoeveelheid communicatie vind ik wel goed. Ik merkte wel in het begin dat er zowel bij met name mijn kinderen als collega's op het werk... dat er toch veel onduidelijkheid was over wat mag nu wel, wat mag nu niet. Mm-hmm. Ik vond dat daar nog wel redelijk veel ruimte in zat. Maar goed, dat is ook weer het zoeken wat we allemaal doen. Hoe strak moet je iets benoemen voordat je een bepaald effect ziet? En ja, je ziet ook dat na de eerste persconferentie, tweede, derde... dat ook steeds duidelijker werd en dat ook inderdaad Rutte en co. daarvan geleerd hebben. Ja. Theo, jij bent daar natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Wat vind jij van de crisiscommunicatie vanuit onze overheid? Nou, we zitten op een hele dikke ruime voldoende. Waarbij we het ongelooflijk mazzel hebben dat we natuurlijk zo'n beetje de beste communicator of crisiscommunicator van het land aan het roer staat. Ongelooflijk natuurtalent Mark Rutte. Met een steile leercurve als je ziet naar de persconferenties, hoe de laatste heeft gedaan. En daarvoor zitten in de kleine dingen, minder mensen, niet vier woordvoerders, maar twee. De gebarentolk ook op 1,5 meter afstand door daar naar achteren te plaatsen. Nou, dat soort zaken. Ontzettend duidelijk in het herhalen van de kernboodschappen in persconferenties. Hij zegt wel 10 keer, hou die 1,5 meter afstand, blijf thuis als je snottert, zeker. Nou, en ga zo maar verder. Dus dat doet hij allemaal geweldig. En wat ik gemist heb, is op het moment dat we echt gingen opschalen van geen handjes meer geven, maar blijf zoveel mogelijk thuis, ga thuis werken als het enigszins kan. En met dat weekend waar we toch met z'n allen, nou niet met z'n allen, maar met veel te veel mensen de bossen en de stranden op gingen. Dat kwam denk ik voor een deel omdat er helemaal geen massacommunicatie campagne achteraan zat, wat makkelijk had gekund. Ik wilde spotjes op tv en radiospotjes waarin je die kernboodschappen in allerlei vormen en maten om je, voor je kiezen krijgt. En dat heb ik echt gemist. En wat zie je dan? Dat wordt dan ingevuld door, op zich is dat ook wel mooi hoor, en ook wel te prijzen. Een gremia in het land, particulieren, iedere stad met een paar... bekende Utrechters of bekende Rotterdammers een filmpje opnemen en zegt, jongens, blijf nou 1,5 meter bij elkaar weg. Dit is geen geintje. Een hele belangrijke rol voor kranten, de journaals, die ongelooflijk snel alles goed visueel maken, het klein maken, het behapbaar maken, in het jeugdjournaal voor het jeugd heel goed uit kunnen leggen. Je ziet overigens ook een enorme spike in het online gebruik van kranten. Onze RIVM, wat vinden we daarvan? Die zijn natuurlijk ook heel erg veel aandacht hebben die gekregen. Nou ja, die zitten natuurlijk in de driver seat als het gaat over de inhoud. Dat is, maar wat je wel ziet is dat een beetje relatief ietsje naar de achtergrond is verdwenen. Ja, hè? Ja. En dat merk je bijvoorbeeld doordat Rutte dan in de laatste persconferentie het niet meer heeft over... we luisteren naar het RIVM, maar we luisteren naar de wetenschappers. Dus daar is het woord RIVM niet eens in geval in die persconferentie. Dat viel mij op.
dat is bewust hoor, dat kan niet anders. Daar is echt over nagedacht. We moeten ongelooflijk blij zijn met het RIVM. Daar zitten hele knappe koppen die verstand van hebben en wees daar blij mee. En die mensen maken ook af en toe een foutje, die leren ook ontzettend. Maar reken maar van yes dat die dag in dag uit in touw zijn. Want dat zijn de mannen en de vrouwen die ons voorzien van de broodnodige informatie. Ja, dankjewel. En wat het element van mensen die bang zijn en onzeker, hè, in onze manier van communiceren, moeten we daar nu meer rekening mee houden? Dat er, je zegt, de mensen zijn wat zachter naar elkaar in de gesprekken, maar hou jij er rekening mee in je toon dat er ook angst is in het land? Misschien wel op onderbuikniveau, maar het is er natuurlijk wel. Hè? Jij gaf ook al aan dat je dat af en toe echt voelt, ik ook. Hoe kunnen wij daar een rol in spelen? Ik kan het voor mezelf zeggen inderdaad. Ik merk dat inderdaad ook bij onze medewerkers, werkzaamheden in de openbare ruimte. Hoe kunnen ze daarmee omgaan zonder zelf extra kans te lopen om ziek te worden? Nou, dan kunnen wij ze ook met communicatie mee helpen door het publiek op te roepen dingen wel of niet te doen. Door communicatiemiddelen zoals informatieborden te ontwikkelen, hesjes. Dus daar kun je ze ook echt bij helpen, maar ook om actief de media op te zoeken en dat verhaal ook te vertellen. Dus enerzijds om ze daarmee te laten zien van, nou, als organisatie steunen we je en doen we er alles aan om jou ook up and running te houden. Ja. Dus ik denk dat daar ook voor communicatie een grote rol is weggelegd. En anderzijds ook naar onze klanten, of die nou inderdaad een woningeigenaar zijn waar wij iets moeten omdat er een storing is. Maar anderzijds grote bedrijven die hun zonnepark in ons geval aangesloten willen krijgen. Ja, je moet veel meer maatwerkcommunicatie leveren. Omdat elke situatie anders is. Je moet in gesprek gaan. En dat is denk ik ook wel weer het goede hiervan. Dat we ook weer leren om in gesprek te gaan met elkaar. Dus dat zie ik echt als een winst. Ja, ik was ook benieuwd naar Mieke. Want jij hebt het nu vooral gehad over de communicatie met de bewoners. Maar is er ook een bepaalde rol weggelegd voor jouw directeur? Ondersteun je hem of haar in de communicatie naar buiten? Als een soort burgervaderachtige rol. Wordt dat belangrijker, Mieke? Ja, wij zijn vanaf het begin gestart met elke woensdag een videoboodschap. Elke woensdag komt er weer een nieuwe. En inderdaad, waar jullie het net over hadden, angst. Ja, dat benoemen we en bespreken we dan ook. Er zijn inderdaad collega's die zich ook angstig voelen en die zich onzeker voelen door de hele situatie. Maar benoem het, open het gesprek en bied ook hulp aan. Bijvoorbeeld iemand bij wie ze terecht kunnen. En door er denk ik open over te zijn en dat ze het gevoel hebben dat ze ergens terecht kunnen, dan ben je denk ik ook al heel ver. Ja. Ja, ik denk het benoemen dat al een hele goede is. Dat mensen dan al weten van, ik kan het hier gewoon vrij zeggen. Ik kan het bespreken en als er iets is, kan ik daar ook nog aankloppen. Ja, want dat kan natuurlijk ook snel omslaan. Hè? Het is nu allemaal wel onder controle. Iedereen heeft vertrouwen. Het is rustig. Maar je zag met dat hamsteren, er hoeft maar even iets te gebeuren. En we gaan als lemmingen de andere kant op. Zien jullie dat het risico, is er iets wat we daarin kunnen doen of niet doen? Nou, ik denk met het hamsteren wat er toen gebeurd is, dat inmiddels ook wel bewezen is dat dat helemaal niet nodig is. Hè? Dat de schappen gewoon weer vol staan, dat je boodschappen weer kunt halen. En dat het gewone leven, dat is weg. Maar je kunt ook nog binnen die kaders die er nu zijn, je boodschappen doen, je kunt naar buiten, je kunt nog best wel wat doen. Dus ik denk dat dat ook weer wat rustiger wordt. Ik denk wel op het moment dat jij in je omgeving ermee te maken hebt, en dat kan ook een collega zijn, dan moet je met elkaar dat gesprek aan. Dan moet je dat gewoon in die open delen met elkaar van, joh, dit is er wat er speelt. En laten we alert zijn op elkaar, laten we voor elkaar zorgen. Nou, op het moment dat je dat benoemt, dat werkt. Ja, en ik denk ook onze omgevingsanalisten, wij beginnen elke ochtend ook te kijken van, Waar praat de buitenwereld over? Social media, kanalen, de media, et cetera. Onze accountmanagers, wat horen die in de markt? Dus echt te kijken, wat is het sentiment? Waar gaat het over, het gesprek? Ook intern. En op basis daarvan kun je al snel zien van, nou, wat zijn de ontwikkelingen? Dus in een vroegtijdig stadium sentimenten ophalen en erkennen. En daar ook in je communicatie op gaan sturen. Om tijdig te ondervangen dat het zo groot wordt. Ja. Terwijl dat niet nodig is. En daar kan je dan met de huidige tools ook met polletjes en dingen. Je kan ook Absoluut. Vrij snel even peilen hoe mensen ervoor staan. En snel op. Dus de cyclus wordt wat Zeker. Korter. Ja. Veel korter. Het is bijna tijd om alweer af te ronden. En ik wil nog wel even naar onze verbindingsofficier in Studio 3. Om een korte samenvatting te krijgen. Ja, wij zitten hier echt in een heel leuk studiootje. Maar ik kan Raymond van hieraf echt zien. Ja, maar goed.
Wat een laatste samenvatting van de reacties graag. Ja, we hebben sowieso meer dan 1,5 meter afstand nu, hè, Judith. Dus dat is sowieso goed. Wat is de samenvatting? Er komt natuurlijk heel veel binnen, wordt op elkaar gereageerd. Er wordt heel veel gereageerd uiteraard over het efficiënt samenwerken. Heel veel tips worden er gedeeld. Ook het respect voor mensen met kinderen op dit moment. Want die moeten maar thuis alles voor elkaar zien te krijgen met het thuisonderwijs. En ondertussen ook nog de hele dag bereikbaar zijn. Daar wordt op gereageerd. Uiteraard ook de advies over efficiënt samenwerken. Vaste momenten, calls. Duidelijke agenda bij calls hebben. Een actielijst bijhouden. En een ritme opstellen om ook op de dag ergens een keer te gaan lunchen. Vergeet dat ook zeker niet. En structuren maken. Daar gaat het eigenlijk allemaal om als je het hebt over efficiënt samenwerken. Het gaat ook een beetje over een webinar wat wij dit weekend gaan live gaan gooien. Daar kom je straks nog eventjes op terug, Judith. Mm-hmm. Maar het gaat over, het moet ook leuk blijven met elkaar. Zoals een Kahoot-quiz of een Facebook-pagina waar van alles wordt gedeeld wordt door collega's binnen een besloten groep. Maar daar ga je het straks nog over hebben, Judith. Er wordt ook een vraag gesteld en die vond ik eigenlijk wel heel aardig. Die komt van Alice Boers. Het zal wel even wennen zijn om straks weer fulltime op kantoor te zijn. Hoe gaan we daarmee om? Ja, nou Alice, dat is misschien een leuk onderwerp voor onze volgende uitzending. Want wij gaan daar en we weten het ook eigenlijk niet. Wij hebben in ieder geval nu wel genoten van dit uitje naar de studio, moet ik eerlijk zeggen. En wij gaan, zoals Raymond zei, snel ook weer een webinar jullie kant op sturen. Ook hier vanuit de studio, maar dat gaat dan over hoe hou je de boel bij elkaar? Wat is je rol als communicatieprofessional bij die interne samenhang? Hoe hou je het ook leuk samen? Dus zaterdag kan je dat bekijken, later ook terugkijken. En praat nog lekker met elkaar door. Ik ga de gasten hier bedanken. Onze communicatiecollega's Marjan Schinkel, Peter Hofland en vanuit huis Theo van der Meer en Mieke Wester. Hartstikke leuk dat jullie je tijd hebben willen besteden aan dit rondje bijpraten over het vakgebied. En dankjewel ook Raymond voor jouw rol in het geheel. En iedereen natuurlijk binnen UCK, Bianca, Marianne, Antoinette, Mirjam, die hebben geholpen met de hele voorbereiding. Het maakt deel uit van het UCK Online project. En wij gaan nog veel meer doen. Er komen nog podcasts aan. En uiteraard, als je mee wil doen of als je ideeën hebt, dan moet je zeker dat laten weten. Want wij hebben behoefte aan jullie inspiratie. En ik hoorde ook in de chat, de expertise zit net zo goed vandaag aan jullie kant als hier in de studio. Dus kom erop met die hap. We wensen jullie allemaal nog een fijne einde van de werkweek. Hou je hoofd koel, ga lekker veel naar buiten. En ik hoop dat we heel snel met elkaar weer echt het glas kunnen heffen. Tot de volgende. Op een verrassende en inspirerende manier. Dus zo bouwen we audiovisuele oplossingen. Van klein tot groot, eenvoudig tot complex. En we voorzien in het onderhoud ervan. Zodat alles lekker blijft draaien. Is dat alles? Nee. Naast het bouwen van AV-oplossingen hebben we een enorme afdeling event facilities. Met veel creatievelingen. Die jouw verstel doen staan. Hoe wij dat doen? Samen met jullie. We luisteren. We stellen de juiste vragen. We kennen de markt. En gebruiken en delen die kennis. Leiden jullie door de technologische jungle? En dat doen we al meer dan 30 jaar. Als één grote familie met 250 betrokken professionals. Met kantoren in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Oh ja. En we zijn ook nog lid van de GPA.
een wereldwijd netwerk van toonaangevende audiovisuele bedrijven. Zo zijn we ook internationaal in staat om uw doelen te bereiken. Wie wij zijn? AVEX.